Dit keer heb ik weer een eerste indruk video en ik zag iets heel leuks bij Kruidvat en ik dacht, dit wil ik gaan testen. Want het is dit. En dit is het Essence My Must-Haves palet. En dat kan je dus zelf vullen. Haar in mijn mond. Kijk, leeg doosje en dan heb je allemaal oogschaduwkleurtjes. Dus ik dacht, dat ga ik testen vandaag, want het lijkt me echt heel leuk. Het is een beetje wat je natuurlijk ook bij de wat duurdere merken kan doen. Zelf je paletje samenstellen. En nu kan het dus ook bij Essence. En het enige nadeel vind ik al meteen de maat. Want het is best wel groot. Ik bedoel, dit is mijn hand. Het is best wel een groot paletje. Dit had voor mij wel wat subtieler en wat kleiner gemogen. Maar ik vind het wel heel leuk dat het een doorschijnende dop heeft. Dus of deksel heeft. Want daardoor kan je het wel goed zien. Dus nou ja, laten we gewoon gaan testen. Ik kocht dus dit doosje. Het was volgens mij in mijn hoofd. Was het doosje 1,49 en waren de oogschaduwkleuren 1,49. Dus heel erg budget. En nou, zegt dat het 1,50 per stuk is. Dus dan heb je voor 7,50 heb je je helemaal custom-made paletje. Uit mijn hoofd, hoor. Volgens mij was dit de prijs. En dan heb ik 4 kleuren genomen. Je had natuurlijk van alles. Mat en glanzend. Ik heb gekozen deze. Ik zal hem zo beter laten zien. Dit is 11 Stay in Coral Bay. En dan heb ik nummertje 10 Apricotica of Apricotta. 07 Movitime. Hele verrassende kleur voor wie mij langer volgt. En dit is nummer 09 Chili Vanilli. Het zit in allemaal van deze kleine doosjes. En die doe je dan open. En dan zie je de kleur. Ik ga ze even allemaal laten zien. Ik heb ze hier geswatcht, maar natuurlijk precies weer op een plek dat het lastig te zien is. Maar je ziet al, pigment is eigenlijk hartstikke goed. Dit is dus die nummertje 9, Chili Vanilli. Gewoon een matte vanillekleur. En dan is dit Apricotti, nummertje 10. Of Apricotta, ik blijf het verkeerd zeggen. En dat is een glanzende lichtroze kleur. En dan deze, dit is Stay in Coral Bay. En als laatste dus die Movitime. En zoals je ziet is het pigment eigenlijk hartstikke goed. Het is heel jammer dat ik het nou precies verkeerd heb gedaan. En die Movitime is dus ook mat. Nou, dit gaat heel makkelijk. Je klikt ze er gewoon in. Ik zal het even laten zien. Zo, maak meteen het hele doosje vies. Dat is ook wel fijn. Het is echt een soort kliksysteempje, dus geen magneet. Nou, laten we ze maar gaan testen, toch? Ik heb trouwens de rest van mijn make-up al op en ik heb al oogschaduwbasis op. Ik begin met de lichtste kleur en die breng ik aan in mijn arcadeboog. Gewoon een hele mooie natuurlijke kleur die net een beetje lift. En dat doe ik ook een beetje in mijn binnenste ooghoek. Dan ga ik door met die iets glanzende kleur. En die breng ik ook aan in mijn binnenste ooghoek. Maar die trek ik iets verder door naar het midden van mijn bewegend ooglid. En dan ga ik natuurlijk doe ik allemaal met dezelfde kwast trouwens. Dit is de Morphe M422. En daardoor ga ik in die heftige kleur. Want dat was degene waarvan ik dacht, oké, okay, je moet wel iets anders doen dan normaal. Ook leuk voor de zomer. Nou, valt me niet tegen. Brengt makkelijk aan. Hele zachte oogschaduw. Geen fallout, alhoewel ik denk dat dat bij de donkere kleuren misschien wel het geval is. Maar dat gaan we zo zien. Dan pak ik mijn MAC 217 en daarmee ga ik in die mauve kleur. Uiteraard klop hem wel een klein beetje af. En die breng ik aan in mijn arcadeboog. Hele mooie kleur. Helemaal mijn ding, deze kleur. Dan pak ik dit kleine kwastje van Sephora, een smudge kwastje. En daarmee ga ik ook in die kleur. En dan ga ik het even op mijn onderste wimperrand aanbrengen. Op het buitenste gedeelte. En ook een beetje langs mijn bovenste wimperrand.
Nou, ik moet zeggen dat die fallout, ik weet niet of je het kunt zien, maar is echt, die is er niet. Dus dat vind ik, ik was bang dat het bij die donkere kleur, omdat het best wel poederige oogschaduw zijn, dat het heel erg zou zijn, maar dat valt heel erg mee. Nog een klein beetje in die koraalkleur om het weer een beetje op te lichten. Kijk, het zijn niet de beste oogschaduwen aller tijden, maar echt zeker ook niet de slechtste. En echt voor dit geld, dit is het resultaat. Nog even goed blenden. Als je trouwens denkt, wat heeft ze een beetje vlekkerige ogen? Dat komt omdat ik net mijn mascara en zo eraf heb gehaald voor deze video. Maar ik ging vanmorgen met Niels op pad, dus ik wilde wel een beetje mascara op mijn hoofd hebben. Maar dan blijft het bij mij, zie je hier en zo, blijft het altijd een beetje rood. Daar kan ik niks aan doen. Dat trekt wel weer weg, maar dat duurt even. Dan ga ik mijn wimpers krullen. Zoals altijd met de HEMA wimperkrultang. Die stiekem ook wel een beetje aan vervanging toe is. Wie herkent dat dan ineens? Denk je bij alles, denk je, hey, mijn shampoo is op, mijn mascara is op, mijn kwastje is niet meer goed, mijn wimperkruller doet het niet meer. Dat heb ik dus nu. Ik doe de Maybelline The Falsies Push-Up Drama. En dan is dit het uiteindelijke resultaat. Ik ben echt aangenaam verrast door dit paletje, het Essence My Must-Haves paletje. Ik vind het echt heel leuk om zo zelf je paletje samen te stellen. Ze hadden ook best wel veel kleurkeuze. En ik denk ook dat als dit gewoon loopt, dat ze nog wel meer zullen doen. Ik denk dat ze veel kleuren zouden hebben gehad. Een stuk of 20 denk ik of zo. Ik probeer even dat schap met voor me te halen. 16 of 20 kleuren of zo. Ja, ik vind het echt super leuk. Ik ben heel enthousiast. Dus ja, laat even weten wat jullie hiervan vinden. Duimpje omhoog als je dit ook een leuk idee vindt. En ja, ik hoop dat jullie deze eerste indrukvideo weer leuk vonden. En ik wil jullie in ieder geval weer ontzettend bedanken voor het kijken. Ik zou het super leuk vinden als je wilt abonneren op mijn YouTube kanaal Blonde Beauty Fashion. Door hier op abonneer te klikken op mijn gezicht. En ja, dan wens ik jullie een hele fijne dag en ik zie jullie snel.